Jordi, gefeliciteerd. Dat was ontzettend hard werken tegen de nummer 1 en laatst. Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen. Het was heel hard werken. Voornamelijk de tweede helft. Ik denk dat als we de eerste helft er ook mee beginnen, dat het een stuk makkelijker zou worden. Dat is nou mijn vervolgvraag. Hoe kan het dat het contrast zo groot is? Want de eerste helft, ik vond het echt apathisch. Ja, lastig te zeggen. Ik denk dat het met beleving te maken heeft. Maar dat is weer... dat komt een beetje op hetzelfde neer. Van hoe komt dat nou? En dat weet ik echt niet. We willen heel graag de play-offs halen. En we werken er echt keihard voor gedurende de week. We hadden het volste vertrouwen dat we deze wedstrijd ook gingen winnen. En dan is het gewoon zonde dat je zo'n wedstrijd begint en jezelf moeilijk maakt. Want dat had zeker niet gehoeven, denk ik. Want in de eerste helft kom je achter met 0-1 en op de radio waren wij live en zeiden wij, er zijn eigenlijk twee dissonanten positief die wel die strijd aan de dag leggen in de eerste helft. En dat waren de twee huurlingen, Jordi Bruin en Ferdy Druijf. En dat zijn de mannen die na het seizoen niet meer in een NEC-shirt spelen. Dat is toch wel vrij frappant. Nou, ik denk, Ferdy en ik die staan een beetje voorin en wij zijn degene die... de verdediging moeilijk moeten maken in het druk zetten. En daar probeer je de ploeg natuurlijk mee op sleeptouw te nemen. Maar ik vond niet dat de rest of zo niet hun best deed of wat dan ook. Als team waren we gewoon niet goed genoeg de eerste helft. De tweede helft gaat het dan een stuk beter. En lekker is natuurlijk ook als je vlak voor rust ineens die kans krijgt en dat Wolters hem dan afmaakt. Ja, precies. Ik denk dat als die 1-1 niet valt vlak voor rust, dat je die wedstrijd toch... dan wordt het echt nog een stuk moeilijker. En dat is lekker dat Randy die goal maakt. En dan ga je toch met een iets ander gevoel de rust in, ondanks dat je nog steeds baalt. Maar we hadden het volste vertrouwen dat het nog goed ging komen. Jullie winnen nu voor de tweede keer op rij onder de nieuwe coach, het nieuwe trio. Wat is er anders dan toen Jack er nog was? We hebben een andere trainer. En op het veld, afspraken, trainingen, want dat is natuurlijk een makkelijk antwoord, maar het is niet het echte antwoord. Nee, zoveel verschillen zijn er natuurlijk niet. Ze hebben ook gezegd dat we niet heel veel gaan veranderen. En het is gewoon een klein beetje de details, de manier hoe we trainen. Dus een ronde groot effect bestaat niet? Dat weet ik niet. Het voelt niet zo in ieder geval. Ja, kijk, we hebben nu twee keer gewonnen. Dat is hartstikke lekker. En ik denk dat iedereen zich op dit moment wel goed voelt. Maar dat komt voornamelijk als je wint. Kijk, onder Jack wonnen we ook uiteindelijk een aantal potten achter elkaar. Toen hadden we ook het gevoel dat we nog met gemak, laat maar zeggen, de play-offs zouden halen. Dus dat ging toen ook eventjes goed mis. En laten we hopen dat dat niet nu weer gaat gebeuren. Want de uitslagen, tot slot, zijn gunstig. Want je bent twee ploegen voorbij gegaan. Je staat nu nog maar één plek achter de 11e plaats. De heilige 11e plaats die recht geeft op deelname aan die play-offs. Ah, dat is mooi, dat had ik nog niet gezien. Dus daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Ons doel is gewoon nog om de play-offs te halen. En daar hebben we nog 4 wedstrijden tijd voor. En het is nu echt erop of eronder. Dank u wel. Ronde Groot gefeliciteerd. 3-2 tegen Helmond Sport. Wat ik mij afvroeg was, heeft Ronde Groot ondanks die late gelijkmaker in de eerste helft gebulderd in de rust in de kleedkamer? Nou, er zijn wat woorden gevallen, ja. Want ik vond vooral de eerste helft slap van onze kant uit. Weinig druk vooruit. Veel duels verliezen. Ja, dat kan niet, dat mag niet. Daardoor kom je eigenlijk ook op 1-0 achterstand. En gelukkig maak je vlak voor rust de 1-1. Ik moet zeggen dat we ze goed opgepikt hebben in de tweede helft. Qua strijd, qua beleving. Ja, dan kom je eigenlijk terecht denk ik op de 2-1. Alleen, die geeft de goals makkelijk weg, weet je wel. En kwartier voor de tijd, 20 minuten voor tijd, valt dan de 2-2. Wel of geen strafschop, ik hoorde van niet, maar goed, hij geeft hem. Ja, gelukkig maak je dan vlak voor tijd nog de 3-2. Maar hoe kan dat contrast Hond dan zo groot zijn tussen die eerste en die tweede helft? Ja, door scherpte, door vooruit te verdedigen, door vooruit te stappen. En de intentie hebben om op duels aan te gaan. En dat vond ik de eerste helft te weinig. En misschien hebben wij het als staf niet al te goed aangegeven door te zeggen van we vormen een lijntje en daar zetten we het blok. Ja, maar op een gegeven moment moet je in het veld ook proeven van op het moment dat je wat meer druk geeft, dat je dan de tegenstander moeilijker maakt. En dat gevoel hadden we niet. En dat was het eerste helft probleem, vond ik. Het gevoel dat wij hadden live op de radio was, zal Ronde Groot vlak voordat Randy Wolters scoorde in gaan grijpen en wellicht Randy gaan wisselen in de rust. Heb je dat overwogen voordat hij de 1-1 maakte? Nee, dat niet. Want het lag niet alleen aan Randy, het lag aan het hele team.
te weinig vooruit verdedigen. Je ziet ook de eerste goal hoe die valt. Weet je, de bal valt eruit, dan laat hem draaien, laat hem kaatsen. Laat hem schieten zelfs van 20 meter van de goal. Ja, dan maak je het wel heel, jezelf heel moeilijk. Uiteindelijk vonden we het, omdat het geen goed duel was, maar NEC wel won, net zoals echt tegen Jong PSV, een duel à la Adrie Bogers, het eerste half jaar van vorig seizoen. Je begint ook zelf al te glimlachen. Het is ook wel een beetje het ronde groot effect, dat vroeg ik net aan Jordi Bruin. Bestaat dat, het ronde groot effect? Nee, dat bestaat niet. Ik vind het onzin. Ik vind alleen dat we ontzettend slecht zijn aan de bal. En dat heeft met vertrouwen te maken, met durf te maken. Ik gaf het net ook al aan, van misschien dat het met de thuiswedstrijd te maken, met het publiek, de druk erop. Dat is moeilijk een vinger op te leggen, vind ik. Is het dan wel genoeg voor de play-offs, als je het zo nu vandaag op het veld ziet? Ja, maar het kan ook weer snel omslaan. Hè. Dat is ook weer de voetballerij. Kijk, nu zitten we even in een moeilijke fase qua voetbal dan. We hebben het geluk dat we de punten pakken. Dat wel. En het vertrouwen moet terugkomen, de durf moet terugkomen. Een stukje vastigheid moet je kunnen creëren. Maar goed, we hebben nog 3 weken. En dat is kort, hè. Dat is heel kort. Maar goed, we zullen er alles aan moeten gaan doen om het voetbal beter te krijgen. En tot slot, vandaag is dat goed gegaan, want twee concurrenten hebben punten verloren. Je staat nu gewoon 12. Dat is nog maar 1 plekje. Oh ja, ik stand weet ik nog niet eens. Nou, dus we hebben mooi meegenomen dan. Begint het weekend toch lekker? Ja, wat dat betreft wel, ja. Dankjewel.